Niks erger als je gewoon met een knoop in je maag rondloopt, omdat je niet kan zijn wie je eigenlijk bent. Half Nederlands, half Indisch, geboren en getogen in Limburg. Ik denk wel dat het voor mij wat meer tijd kost om meteen het achterste van je tong te laten zien. Het feit dat we meer open durven te zijn, de dialoog durven aan te gaan, mensen durven op te staan en hun persoonlijke verhaal durven te vertellen. Ja, dat vind ik al een hele grote stap. Ik denk dat we als organisatie veel verder komen wanneer we ook die mensen aannemen, waarin mensen zich ook weer kunnen herkennen. Ook gewoon die steeds grotere diversiteit aan te kunnen spreken die in de maatschappij plaatsvindt.